Zijn we allemaal lekker zenuwachtig? Heb je er zin in? Dat klopt, nou nee. Nee? Tuurlijk wel. Tuurlijk wel, buddy, heb jij er zin in? Tuurlijk wel! Goedemorgen, zonder zorgen. Ik ben vanmorgen wakker geworden in een hotelkamer. Want ik moet zo meteen naar Baarn. Het is nog erg vroeg, want ik moet daar om 9 uur zijn. Anders had ik echt in de file gestaan vanaf Den Haag. Dus ik heb lekker hier geslapen. Helemaal toppie. Je kunt trots zijn op jezelf, lieve schat. Geef nog een heerlijk applaus. Bibi! En Waylon met Holly Mae, Hannah en Bibi. Wauw, wat een team. Ja, dat wordt dus flink oefenen deze week. Want vanaf volgende week was de duettenstrijd los. We gaan dus vandaag voor het eerst mijn duet doen. En dus voor het eerst oefenen met Waylon. Ik ben best wel, nou ik ben niet zenuwachtig. Ik heb er gewoon echt mega veel zin in. Hallo. Goedemorgen Bibi. Good morning. Met de camera. Ja. Goed, met jou? Ja, lekker. Hi, hoi. Bibi. Stefan, hoi. Je zit meteen weer vol in je vlog. Ja. Morning. Hallo vloggers. Althans, jij bent de vlogger, hallo volgers. Volgers. Ja, ik heb er geen verstand van, dus je moet me dat een beetje gaan leren. Oké, is goed. Ik ben meer jij van moet dit. Me een beetje gaan leren zingen. We zijn nu klaar en nu ga ik quoten over hoe leuk het was. Lekker quoten. Jij mag hier lekker gaan zitten. Oké. Okay. Dan ga ik jou eens even aan de tand voelen. Een beetje traumatjes van deze... Van die krukken? Greenscreens? Nee, grote kamertjes. Hoezo? Oh ja! Wat is de hoofdstad van Arabië? Arabië? Ja, om 6 uur ochtends, zoals je net de gaten hebt. Zo jongens, vandaag begint de perspresentatie en dat betekent dat je dan met z'n allen van alles bekend gaat maken naar de pers toe, naar de krant en naar de bladen en naar de media. Met z'n allen ja, interviews en we gaan alvast dingen van de eerste show terugkijken. En even voor de duidelijkheid, we hebben de allereerste auditie zeg maar, zo voelde het wel, die hebben we al achter de rug vorige week. We krijgen zometeen dus de beelden terug te zien, een compilatie van hoe onze eerste ronde van de aflevering liep, zeg maar. Dus dat wordt ook voor het eerst dat ik weer dingen terugzie. Dus vind ik ook best wel spannend. Ja, Buddy. Hoe is het? Goed, hij stelt niet scherpje op jou. Nee, ik ben niet scherp nu wel. Te krijgen. Woe! Waar moeten wij zo meteen zitten, jongens? We moeten ons hier verzamelen en dan gaan we kijken naar 30 seconden van onszelf. Maar scherp. Waar de rest ook bij zit? Ja, natuurlijk. Ja. Hele niks te alleen. Oh, ik denk al. Leuk dat ze dat voor ons opzetten allemaal. Ja. Heel aardig. Wat heb jij een leuk blouseje aan? Laat hem even goed zien. Oh, je filmt ook nog? Ja, man. Was dat erop? Ja, tuurlijk. Prachtig, zie je? One taker. Wist ik niet eens. Leuk. Goed gekeurd. Wat ga je allemaal zeggen tegen de pers? Allemaal interessante dingen. Hallo, wie is je coach? Wie is je prof? Nou, dat mag niet. Nee, ik ging hem even checken. Aha. Nee, het is goed dat je dat eventjes zegt, want dat zal... Ga je dat dan wat anders zeggen? Dat zou straks per ongeluk eruit komen. Ik bepaal dat niet meer niet zeggen. Nee. Ja, dit is dus nerd. Als je nou met me wint, ik heb thuis nog een paar gouden Saint Laurent pumpstone. Echt? Jouw man. Echt waar? Echt. Pinky promise. Dan ga ik winnen daarvoor. Shit, als de pers dit maar niet heeft gehoord. Goedemiddag, de pers, normaal gesproken mensen die hier te woord staan. Maar wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Heerlijk! Mag het kleermuziekje uit? Welkom bij de perspresentatie van It Takes Two. In een iets andere opzet zijn nieuwe mensen bijgekomen waar we ontzettend blij mee zijn. En er zijn ook mensen weg waar we heel erg blij mee zijn. Fantastisch deelnemersveld. Hier zitten ze allemaal. Die kanjers met hun professionals. Ja, mag ik best even spannend. Hier zijn het allemaal. Nou, we hebben hier, kijk, ze zien het al, Bibi. Is al een enorm enorm veel abonnees ook. Echt iets van 170.000 of zo. Ja, klopt. Jij hebt het al gezegd. Ja, ouders zijn er. Ja.
Liks? Ja, likkies wel. Ik ga tussen stem 1 en 2 kiezen. Oké. Okay. Ik ga voor stem 2. Ah, oh, super vet! Ik krijg weer een zenuw als ik het allemaal terugzie. En ja, dan zou ik nu graag de dames en heren van de pers willen vragen naar voren te komen. En, ja, en zelf een liedje te gaan zingen. Ja. Nou, we gaan even een foto. Dat is allemaal niet zo boeiend. Als we opgaan, dan krijgen we een audiokastje en natuurlijk een microfoon. En je hoort dan jezelf in je oortjes. En deze manier geef je dan oortjes. En het is altijd maar weer de vraag wat voor pakje je aan hebt en of het ergens verplaatst kan worden. Dus dat mag ik doen. Ik krijg nu een band om. Dit heb ik ook nog nooit gehad. Ah, jij hebt een beetje vast. En dan word je zeg maar half uitgekleed, zeg maar. Ik doe deze zeg maar om je middel heen, zo. Dan ja. Doe deze aan de achterkant. Dus je mag hem ook zo, zal ik een beetje heen gaan? Heel goed. Goed busy. En dan vang ik hem hierop. Ja. Oh, dat zit je dit. Ja, nee, wacht, oh, ik heb hem. Heb je nog? Ja, ik heb hem. Als jij niet beweegt. En mijn oortjes. Iemand heeft helemaal netjes erin gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Ik flikker ze altijd zo erin. We hebben nu dus de repetitie. En dan gaan we echt om met de camera's. En ja, eigenlijk helemaal hoe het is met de show van vanavond. En denk eraan dat als je aan. Als daar het publiek is, ik sta hier en Waylon staat hier, dat je close je altijd. Weet je, het misschien niet bedoeld om je lichaam te raken. En camera 4. Ik kijk jou straks heel indringend aan. En dan heb ik een ander pakje aan, zoals je kan zien, want het ander was toch niet goed. Dus dit wordt het wel. Woehoe. Het is een mooie. Nou jongens, zijn we allemaal lekker zenuwachtig. We gaan zo meteen met z'n allen naar de green room. Naar de groene en dan moeten we naar de groene ruimte. Groene room, kamer. En dan moeten we allemaal gaan optreden. Heb je er zin in? Dat klopt, nou nee. Nee? Tuurlijk wel. Tuurlijk wel, buddy, jij er zin in? Tuurlijk wel! Ja, we gaan allemaal knallen vanavond. Vooral Bibi. Ik weet niet of jullie het weten, lieve kijkers, maar ze mega goed. Super lief. Nou ja, we gaan met z'n allen in ieder geval zo meteen de opening. Ze is de winnaar. Moet je me uitlachen? Ik denk, wat sta jij nou te doen? Oh ja, ik sta mezelf te praten. Nee, dat is vloggen. Dat is gewoon oh ja, dat is vloggen, ja. Een beetje autistisch in jezelf willen. Maar ja. Dus dat is wat het is. We hebben het met z'n allen ingezongen. We gaan zo dus die ruimte in. Vanaf daar kan ik natuurlijk niet echt vloggen. En ik ben als tweede. Dus dan ben ik er eigenlijk wel weer sneller van af. Spannend. Echt heel spannend. Hi guys. Ik ben nu thuis. En ik heb net mijn show gehad. Jullie kunnen het vanavond zien. Dus zondagavond om 8 uur op RTL 4. Ik kan nu niet verklappen wat er is gebeurd. Want dat is natuurlijk vanavond. In de show kan je zien of ik door ben of niet en hoe ik het heb gedaan. En ja, laat me vooral misschien daarna dan even weten in de comments hoe je vond dat ik het heb gedaan. En dit was mijn allereerste optreden samen met Waylon. Maar ja, heb ik het gehaald tot volgende week? Je ziet het volgende week sowieso hier en vanavond in de show. Dus vergeet niet even te abonneren en te liken alsjeblieft. Dan zie ik je sowieso snel weer en volgende week komt er ook weer een nieuwe challenge online. Dus allemaal gezellig. Oké jongens, doei doei.